Hallo, mijn naam is Jeroen. Welkom bij ExoTV. In dit filmpje hebben we het vandaag over gebrand hout. Nu, van gebrand hout hebben we allemaal wel eens gehoord, maar in dit filmpje gaan we er toch net iets dieper op in. Het branden van hout is een techniek die al eeuwen bestaat, want zelfs de Vikings die wisten dat als ze het hout van hun boot gingen branden, dat de boot langer ging meegaan. En tegenwoordig is gebrand hout weer enorm trendy. En niet alleen voor de hoge duurzaamheid, maar vooral voor het leuke visuele effect. En ook door de hogere duurzaamheid kan het hout niet enkel binnen voor wanden of plafonds gebruikt worden, maar ook buiten voor gevelbekleding van woningen of poolhouses, maar tegenwoordig zelf ook voor het bekleden van poorten. Dus heel wat toepassingen. En nu ga je waarschijnlijk denken dat een gebrande plank gewoon maar een zwarte plank is, maar niets is minder waar. Er zijn heel wat onderlinge verschillen. Zo kunnen we het hout kort gaan branden of lang gaan branden voor een bruine tint of voor een zwarte tint. We kunnen het hout de typische verkoolde uitstraling geven of we kunnen het ook gaan borstelen voor een meer uniforme uitstraling. We kunnen het hout gaan oliën voor de kleur te bewaren of we kunnen het ook juist gaan kleuren met een bepaalde tint. Je kan kiezen tussen Siberisch larix of sparrenhout en we hebben nog heel wat mogelijkheden qua vorm, zijnde planchetten, afzonderlijke latten, parallelogrammen of zelf zetprofielen. En het zijn deze verschillen die we nu aan bod gaan laten komen. En om de indeling toch nog net wat gemakkelijker te gaan maken, gaan we ze splitsen in twee groepen. Enerzijds zwarte planken die lang gebrand zijn en anderzijds bruine planken die uiteraard minder lang gebrand zijn. En we starten met de zwarte planken. En daar is de eerste, de Kyoto. En Kyoto is ook de meest gekende, want dit is de echte gevelbekleding die we ook in het authentieke Japan gaan terugzien. En daar zijn de planken zo lang gebrand dat je echt een heel mooie, korrelige houtskoolstructuur gaat merken aan het oppervlak die dan extra beschermd is met een olielaag. Nu, na verloop van de jaren gaat de korrelige structuur lichtjes gaan verweren, waardoor de onderliggende donkerbruin gebrande kleur van het hout naar boven komt en je eigenlijk een hele mooie combinatie krijgt van zwart geblakerd en heel donkerbruin gebrand. De tweede versie van onze zwartgebrande planken die noemen we Osaka. En bij Osaka gaan we terug heel lang gaan branden, zodanig dat we weer die typische korrelige houtskoolstructuur verkrijgen. Maar in dit geval gaan we hem volledig wegborstelen. En het effect is dat we geen korrelige structuur hebben, maar een hele mooie belijnde tekening waarbij dat de knopen en de nerven van het hout maximaal tot uiting komen op een zwart oppervlak. Het effect is niet alleen een heel duurzame plank, maar ook een zeer sterke afwerking waarbij je zelf met een hoge drukreiniger op zou kunnen zitten. En zo komen we bij de derde afwerking, bij de zwarte planken. En die noemen we Sendai. En bij Sendai worden de planken weer dermate lang gebrand, maar wordt het hout nadien geborsteld om nadien nog eens te gaan branden, waardoor dat we weer de typische korrelige houtskoolstructuur hebben die we nadien ook weer gaan behandelen met een olie natuurlijk. En het grote verschil met de Kyoto is hier dat er een zwarte tussenlaag is. Dus na verwering van de korrelige oppervlaktestructuur behoud je een heel mooi zwart oppervlak waarbij Kyoto eerder een donkerbruin oppervlak gaan geven. En na de zwarte planken hebben we natuurlijk de bruin gebrande planken. En in het begin hadden we al verteld dat deze planken minder lang gebrand worden. Je gaat dus geen korrelige houtskoolstructuur gaan verkrijgen, maar wel een hele mooie zwart geblakerde tekening die tevoorschijn komt. En de eerste die we gaan benoemen is de Sapporo. En bij Sapporo wordt het hout lichtjes gebrand, waardoor de zwarte verblakering van het hout tevoorschijn komt. Maar we gaan daarna het hout gaan borstelen en gaan oliën. En die borsteling maakt dat je eigenlijk de zwart geblakerde nerven tot uiting laat komen in het hout, dat je de knopen ziet die mooi zwart gebrand zijn, maar dan op de originele tint van het hout. Dus je behoudt een warme houtkleur in combinatie met een hele mooie zwarte belijning. Dit is ideaal voor binnengebruik, maar als je het buiten gaat gebruiken, dan adviseren we hier een transparante UV-filter. Want anders gaat de originele houtskleur gaan vergrijzen en dan krijg je eerder een grijs tint met zwarte lijnen dan een bruin tint met zwarte lijnen. En als tweede versie bij de bruine planken, dan hebben we het over de Nara. En ook de Nara is lichtjes gebrand
is daarna geborsteld geweest en is ook weer geolied. Maar het verschil met de Sapporo is dat het hout toch een pak langer gebrand is, waardoor hij een hele donkerbruine, bijna zwarte verbranding krijgt. Maar natuurlijk net niet zo lang als bij de zwarte planken. Dus je behoudt hier een hele mooie, donkerbruin, bijna zwart oppervlak die geborsteld is om maximaal de nerven, de houttekening en de knopen van het hout tot uiting te laten komen. En aangezien dat de afwerking veel dieper in het hout is gebrand dan bij de Sapporo, gaat het hout ook langer mooi blijven in buitenomstandigheden. Dus mocht je een beschermende olie willen aanbrengen, dan is het pas nodig elke 5, 6, 7 jaar. En de laatste bij de bruin gebrande planken, die noemen we Kumamoto. En ook hier worden de planken weer gebrand, geborsteld en geolied. Maar daar waar bij de vorige twee versies de focus vooral lag op het branden, gaan we de focus hier vooral leggen op het borstelen. De planken die worden in dit geval 2 maal geborsteld. En op die manier wordt de houttekening, de nerven, de structuur en de knopen van het hout maximaal tot leven gebracht dankzij die borsteling. En bij de olie wordt ook hier veel gekozen om er een tint in aan te brengen, waardoor je het hout eigenlijk kan kleuren naar elke gewenste kleur. En bovendien wordt na de behandeling met olie het hout nog eens gepolijst. En het effect daarvan is dat je een hele mooie patine, een hele mooie combinatie krijgt van kleuren van de verbranding met al dan niet de gekleurde olie. Dus een heel mooi, uniek product met de focus op de diepte, de nerven en de structuur van het hout. Voilà, dit waren de 6 afwerkingen. 3 zwarte en 3 bruine afwerkingen. Weet wel dat er nog hele kleine verschillen zijn tussen de houtsoort die je kiest voor jouw behandeling. We hebben sparrenhout en we hebben ook Siberisch larix. En bij Siberisch larix ligt de houttekening of de jaring net iets dichterbij dan bij sparrenhout, waardoor je minieme kleine verschillen nog gaat bekomen. Mocht het toch nog niet allemaal duidelijk zijn of het zou klinken als Chinees of in dit geval Japans, dan is het misschien beter dat je even langskomt naar onze showroom. Of we staan je ook graag te woord via telefoon of via mail. En wie weet kan ook jij dan binnenkort trots zijn op jouw werk. En normaal zeg ik nu dag, maar in dit geval houd ik het op een sayonara.